Ik ben lijsttrekker namens het CDA in de provincie Groningen. Ik ben statenlid namens DENK in de provincie Utrecht. Ik ben lid van Provinciale Staten voor jaar 21 in de provincie Noord-Holland. Bijzonder druk over het algemeen. De meeste statenleden hebben naast de statenlidmaatschap nog gewoon een baan. Ik heb een nogal drukke week, omdat ik naast mijn statenwerk ook een fulltime baan heb. Maar op woensdag zijn we de hele dag op het provinciehuis, dus dat is echt de statendag. Op vrijdag heb ik vaak werkbezoeken ergens in de provincie. En op maandagavond vergader ik met mijn fractie. Dat ik daar inwoners mag vertegenwoordigen die ook meer op mij lijken. Want dat was ook een van de redenen waarom ik de Staten in ben gegaan. Ik zag weinig Statenleden waarvan ik het gevoel had dat zij wisten wat voor mij belangrijk was. Statenlid doet eigenlijk hetzelfde als wat de Tweede Kamer doet bij het kabinet. Dus het controleren van het bestuur wat we hebben. Wij schrijven ook zelf initiatiefvoorstellen. Dus wij willen dat er iets verandert. Dan moeten we dat gaan voorstellen. En er wordt dan voor of tegengestemd. Maar ook gedeputeerde staten, dus het provinciebestuur, die heeft zelf ook allerlei ideeën en voorstellen. Nou, die leggen ze voor aan Provinciale Staten. En wij moeten daar voor of tegenstemmen. Jongeren hebben natuurlijk het allerlangste te maken met het beleid wat de provincie instelt. Die hebben nog heel veel jaren waarin ze dus last hebben van een beslissing die wij nemen of er juist van kunnen profiteren. Dus daarom kunnen ze stemmen op de mensen en de partijen die hun kunnen vertegenwoordigen bij de besluiten die genomen gaan worden over hun leven. De spanning loopt wel eens op in Provinciale Staten, zeker, ja. Nou, ruzie is een groot woord. Maar partijen hebben natuurlijk wel allemaal een eigen mening. Die moet er met z'n allen proberen uit te komen, een besluit te nemen. Maar gelukkig gaat dat in Groningen altijd wel heel fatsoenlijk. Mijn ouders die zijn gescheiden toen ik een jaar of 9 was. En daarna hebben we een periode gehad dat eigenlijk niet zo makkelijk was. Het was echt de eindjes aan elkaar knopen. Dat had allerlei zaken impact. Dus bij mij al heel snel een behoefte ontstaan van die politiek die doet eigenlijk weinig voor mensen zoals wij. Ik wil eigenlijk zelf die verantwoordelijkheid gaan dragen om daar echt iets aan te gaan doen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen met een beperking die niet bij een club kunnen sporten. En die langer moeten reizen om uiteindelijk ergens anders wel de juiste voorzieningen te hebben. En ik heb ervoor gezorgd in de provincie Groningen dat er een subsidieregeling komt, waardoor mensen met een beperking kunnen sporten. En de reiskosten worden dan vergoed door de provincie.